De gemeente Stabroek en Capelle hebben er definitief voor gekozen om de nieuwe verbindingsweg met de A12 aan te leggen van op dit punt. In de Capelse straat, doorheen landbouwgebied tot aan het vliegveld in Hoevenum. De bedoeling is dat er meer verkeer over de nieuwe Oost-West-verbinding zal rijden, zodat de dorpskernen ontlast worden. Wat heel belangrijk is, dat is dat je vandaag moet weten dat bijvoorbeeld op de Antwerpse steeg in Capelle we geconfronteerd worden met bijna 23.000 voertuigen per dag. Voor dit tracé is gekozen omdat dit de minste milieuhinder heeft. Ook wat betreft verkeer is dit het meest efficiënte. Het op- en afrittencomplex aan de A12 zal te vergelijken zijn met het rondpunt in Wommelgem. Het is nog onduidelijk of het vliegveld in Hoevenum kan blijven bestaan. Wel duidelijk is dat het tracé doorheen een drietal landbouwpercelen loopt. De landbouwers vinden dat onbegrijpelijk. Pure broodroof vinden ze hier. Maar voor ons bedrijf, gelijk dat nu gelegen is en ze trekken de weg recht dwars door, ja, dan vragen wij gewoon een bedrijfsoverplaatsing aan. Mijn zoon heeft het bedrijf juist overgenomen en dat is natuurlijk zijn broodwinning dat volledig wegvalt. Wij proberen al lang om toch een aantal standpunten te verdedigen, maar men is daar redelijk blind voor. En de landbouw is eigenlijk altijd verwaarloosd. Natuur krijgt veel aandacht, maar wij zijn eigenlijk bijna nooit gehoord. De bewoners langs het tracé vrezen intussen voor hun rust. De burgemeesters zullen hun standpunt nu overmaken aan Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Krefits. Verwacht wordt dat de Vlaamse regering ten vroegste volgend jaar een definitieve beslissing zal nemen.